Hoe want je zit in nou? Je t-shirt te kijken. En nou heb ik het een beetje gehad. Je zit in je t-shirt te kijken. Wat zit er in je t-shirt? Wat zit er in je t-shirt? Ga maar zien. Hallo allemaal. Een leerling is aan het spieken. Jij betrapt haar, maar ze zegt dat ze het niet heeft gedaan. Wat doe je dan? Hey, kletskous. Let op. Goed. Oké, dames en heren. Heel veel succes. Als je een beetje op... Nee, Pilan, ik heb hem niet ja gezegd. U zegt heel veel succes. Oké, doe maar. Ja, heel veel succes. Draai maar om. Succes met de toets. A. C. D. E. A. C. D. E. Zijn mannen. Die is het. Pak af. Ja. Drusilla, echt serieus. Dat meen je niet. Dit ga je... Echt, wat doe je? Ik maak een toets. Nou, ja. Ik maak een toets. Ja, hoe ja moet ik maak een toets maken? Om even te kijken in je t-shirt. Je zit in je t-shirtje te kijken. Heb je nou een spiekblaadje? Of... Wat zegt u, meneer? Ik doe helemaal niks. Wow. Nou, jawel. Jij zit zo te kijken. Zo. Ik zie jou heel duidelijk kijken. Zo. Nee, ja. Ik kijk alleen naar mijn blaadje. Ik maak toch een toets? Drusilla, echt serieus, pak je spullen maar. Zeg maar IA, want je bent erbij. Hoezo? Wow. Wat heb ik gedaan? Nou, ik zie jou zo kijken, Drusilla. Ik doe helemaal niks. Ik kijk gewoon naar mijn blaadje. Kijk, Drusilla. Ik heb het ingevuld zelfs. Ja, Drusilla, jij zit in je trui te kijken. Helemaal niet. Waarom kijkt u überhaupt naar mijn trui? Ja. Hoezo nou, kijkt ik kijk. Waarom kijkt u naar mijn trui? Nee, Drusilla, je doet alsof je enorm verbaasd bent, maar je, hebt gewoon, je krijgt steeds een langere neus. En dat ik doe helemaal jou niet... niks. Hebben jullie mij in mijn shirt zien kijken? Nee, omdat iedereen... Iedereen is bezig met de toets. Drusilla, jij doet zo en jij zit zo in je t-shirt. U leidt ons af. Ik heb helemaal niks gedaan. Maar waarom doe je dan zo? Ik doe niks. Jawel, je zit zo te doen. Wat zit er in je t-shirt dan? Ik weet niet wat u denkt allemaal, maar ik ben een toets aan het maken. Ik deed dit. Ik deed zo. Nee. En toen deed ik nog zo. Want ik had jeuk, ik deed nog zo. Maar ik heb echt niet dit gedaan. Ja. Verstop je shirt, because we got a pedo in class. Het is niet toevallig dat jij heel even een t-shirt kijkt. Ik had jeuk aan mijn neus en ik maakte toets. Nee, jij hebt geen jeuk aan je neus. Hoe want jij zit in jouw t-shirt te kijken. En nou heb ik het een beetje gehad. Je zit in je t-shirt te kijken voor 3 keer. Wat zit er in je t-shirt? Wat zit er in je t-shirt? Wat zit er in je t-shirt? Laat maar zien. Laat maar zien. Ja, laat maar zien. Laat maar zien. Jullie hebben het gehoord, hè? Nee. Laat maar zien. Laat maar zien. Ja. Gadverdamme. Echt heel vies. Veilig. Luister, je zit 2 keer zo te kijken zo. Met je, nee, in je, ik had jeuk aan mijn neus, man. Pak je spullen en ga weg. Nee, ja? Nee, pak je spullen en ga heen. Nee, dit ga ik echt niet doen. Ja, dat ga je wel doen. Nee. Dat ga je wel doen. Nee. Ja. Waar gaat u naartoe? Nee. Dat ga je wel doen. Kom op. Nee. Pak je tas en nee, weg. Nee, blijf uit mijn buurt, ja. Drusilla, jij bent gewoon aan het spieken. Wat doe je? Wat is dit? Wat is dit? Waarom doe je dit? Waarom doe je dit? Ik doe dit omdat gewoon... Omdat wat? En over mijn shirt praten. U kunt beter daar naartoe gaan. We kunnen heel veel... Ga weer daar naartoe. We kunnen... Nee, ik voel me echt vies gewoon. Ga weer kunnen... daar. Nee. En waarom kijkt u me... Ik ben hier, hè? Ja, je bent daar. Ik ben hier. Ja. Ja. Ik kijk jou gewoon naartoe. Aan. Nee, ga maar daar naartoe. Dus ga naar Mulder toe. Ja, precies. Ik ga heel zeggen goed. Dat ja? u een grote viespeuk bent. Nee, dat en is... En dat u me bijna wilde aanranden. Want dat kijk is gewoon... waar u staat. Nou, dat is totale onzin wat je zegt. Kijk dus, waar u staat. Totale, ja, totale onzin. En de hele tijd doet u dit. Hou ermee op! Ik ben dus eruit gestuurd, omdat meneer Hoefnagels dacht dat ik aan het spieken was. Dus ik moest naar Mulder toe. Ik heb hem gezegd dat meneer Hoefnagels de hele tijd naar mijn borst aan het kijken was. En Mulder, die geloofde het, want dat kan natuurlijk niet, you know? Hashtag me too. Ik heb duidelijk gezien dat Drusilla heet het in een shirtcake, dus het is gewoon even klaar. Ja, je mag vragen als het over de toets gaat en niet over dit. Hoe lang heeft hij geen seks gehad, kerel? Ja, dat je klas gewoon aan het bekijken bent. Nee, klaar. Iedereen weer terug aan zijn toets. We hebben nog 10 minuten. Hé, wacht. 15. Jij bent daar aan het kloten? Ja. Jij bent met haar aan het kloten en nu wil je van onze tijd gaan afnemen? Fuck ja, okay, dan ga je... ik ga erover doen hoe lang ik wil. 2 minuten extra. Als ik nou even... Anita, jij gaat even zitten. Ja, maar dan kan ik hem even voor haar meenemen. Nee, je gaat gewoon even zitten. Je gaat gewoon even zitten. Nee, je gaat zo even zitten. Ik voel me ook gewoon niet meer op mijn gemak. Ik heb een voorstel. Ik zie dit als een goede ingang om met z'n allen deze toets volgende week te doen. Nee, Lola. Dat is eigenbelang.
het is allemaal gelukt, toch? Of volgens mij gaat het over een minuut de bel. Wie is er allemaal klaar? Iedereen, volgens mij? Iedereen, hè? Lola ook. Ja, hoe ging het, Lola? Nou, ik had niet heel veel vertrouwen, maar ik heb er toch best iets mooi van gemaakt. Ik zei het. Het was niet zo moeilijk. Alleen maar meer keuzevragen. Viel mee. Dus het viel allemaal wel mee? Ja, Nikki. Ja, maar ik heb wel een goed gevoel. Ja, maar jij hebt meestal een goed gevoel. Want volgens mij, jij haalt nooit minder dan een 9, volgens mij. En voor Nederlands niet, nee. En heb jij mij een mooie... Je was ook al een tijdje klaar. Heb ik heb een hele mooie portret. Oh, je hebt dus weer een piemel getekend. Ja, hoor. Levert iedereen zijn blaad? Ja, de bel. Ja, daar is de bel. Goed zo. Even iedereen even in. Ja, dank je. Ja, hoor. Echt een hele mooie. Ja? Ja. Ja. En dit is van Tess. Je hebt twee vragen gewoon niet ingevuld. En Lola heeft wel alles ingevuld. Verdorie. En wat heb jij? Dit ben ik. Het lijkt ook een beetje op een piemel. Vindt u? Ja, vind ik wel, ja. Beetje moeilijk te zien, maar goed, dankjewel. Je hebt de laatste vraag niet gemaakt, hè, boy? Nee, je hebt nou geen kans meer. Je hebt de laatste vraag niet meer gemaakt. Dus. Oh, hallo. Drusilla, wat doe jij hier? Ja, ik heb niks kunnen vinden. Ik heb niks kunnen vinden? Wat bedoel je? Nee, ze zegt dat ze is uitgestuurd omdat ze gespiekt heeft. Ja, ze heeft gespiekt in de t-shirts en daarom heb ik eruit gestuurd. Ik was van naar buiten aan het lopen en toen kwam ik je tegen en toen dacht ik... Geef me antwoord. Ik geef je de antwoorden. En je wist ze nog uit je hoofd eigenlijk? Ja, dat vond ik ook best wel knap van mezelf. Ik heb 3 is 7. 4 is ook 7. Goed geleerd. Nee, maar ik denk wel dat het minimaal 8 moet zijn. Je deed helemaal alsof je goed had geleerd. Ja, ik was wel zo, ja. Dit bedoel ik. Ik kan niet met haar nu. Ik heb je toch de antwoorden gegeven? Ja, maar je deed even, oh, dit is A, C, 3C, B is dit, je kan toch niet van mij verwachten dat ik nog precies weet wat ik heb ingevuld? Maar je deed echt slim. Je deed echt van, ja, ik weet dat was het. Ik heb je wel de antwoorden gegeven, wat ik dacht dat het was. Thanks, ik hoop het. We gaan zien of we 8 krijgen of een 7. Maar in ieder geval een 8 verwacht ik nu. Wat bedoel je? Ik ga toch niet in de blouse tonen, anders kun je dat niet uitsturen. Ik krijg geen 1 geven. Ja, ik heb haar 3 keer in de blouse zien kijken. Heb je het briefje? Nee, ik heb het briefje niet gezien. Nee. Dan mag ze nu kunnen maken. Drusilla, hallo. Excuus. Ik hoor van meneer Mulder dat je het nog even kan maken, dus ga maar zitten. Dus ik moest naar Mulder en ik zeg dat tegen Mulder. Maar ik vertel hem er ook nog bij dat ik geen speakbriefje heb, want dat kan helemaal niet. En hij mag ook niet aan mij vragen of het zo is, ja? En meneer Mulder mag ook niet checken of ik überhaupt een speakbriefje heb. Dus Mulder moest me natuurlijk wel geloven. En toen moest ik terug en ik mocht de toets maken. Heb je de opgave hier? Dit zijn de opgaven nog. Dit is jouw blaadje. Ik snap niet hoe je het voor elkaar hebt gekregen, maar je hebt het op een of andere manier voor elkaar gekregen. En ik heb hier nog een... Nou, dat is ook weer fantastisch. Drusilla, je hebt nog 10 minuten in de pauze. Dat moet klaar zijn, ja? Ik offer nou ook mijn pauze op, hè, voor jou. Nou, ik ook. Ja, dus ik volgende ook. Keer mag ik gewoon later komen. Volgende keer mag ik later... Waar komt dat vandaan? Nou, omdat dit ook van mijn tijd afgaat. Ja, het gaat ook van mijn pauze. Ja, maar dat maakt me niet zoveel uit. Nee, dat dacht ik al. Ja, dat maakt je niet zoveel uit. Maar je hebt het geluk dat je het nog mag overmaken. Want voor mij had dat niet gehoeven. Ja? Niet gehoeven? Ja, niet gemogen zelfs. Maar je schijnt bij meneer Mulder iets te... Want ik weet zeker dat je daar een spiekblaadje hebt. Helemaal, ik heb... Oké. Okay. Nee, ik ga die discussie ook niet meer aan nu, Drusilla. Maar waarom begint u er dan over? Oké, klaar nu. Ga maar gewoon maken en dan is het klaar. Ja? Ik ben klaar. Ja. Ja. U heeft het gehoord, hè? Volgende keer mag ik wat later in nee, de les. Dat, nee, Drusilla. Jawel. Dat, nee, dat... Jawel. Ik vind dat wel zo eerlijk. Laten we geen discussie hebben over eerlijkheid, want ik denk dat jij niet heel Mulder erg eerlijk... was net hier, dus u heeft gezien dat hij ook vindt dat ik gelijk heb. Dus... Nou, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft geen briefje gevonden. Dat heeft hij gezegd. Ja. Omdat hij lult. Ja? U liegt. U heeft helemaal niks gezien. Nou, u heeft geen bewijs... Waarom kijk jij 3 keer... Waarom kijk ik heb niet 3 keer gekeken. Ja. Volgende keer ben ik gewoon wat later. Dag, Drusilla. Doei, meneer Hoek. Nee, en de volgende keer, is, als je te laat bent, gewoon een briefje halen. Klaar. Ja, gewoon oprotten, vies. Nee. Pieken tijdens een toets. Heb jij dat wel eens gedaan? En wat gebeurde er toen? Laat het me weten. Deel, like en word abonnee. En tot de volgende week. Hoi.